Hallo, wat is de mooiste plek van Utrecht? Er zijn heel veel mooie plekken in Utrecht, maar dit is wel een apart plekje voor mij in ieder geval. We staan hier op de Watertoren aan de Rotsoord. En dit is een plek die voor de stad echt heel belangrijk is. Maar die is ook voor mezelf heel belangrijk is, want het is een plek waar wat aan de rand staat van de Rivierenwijk. En de Rivierenwijk is de plek waar ik geboren ben. Want als je daar die kant op kijkt, dan zie je daar aan die kant de Lange Straat, ja, de Amaliastraat. En aan het eind van de straat zie je de Dorlatstraat. En op de hoek zit een slagerij, daar ben ik boven geboren. En er zit nog steeds een slagerij. En die is van mevrouw en mij. En wat dat betreft is het ook een plek waar ik heel veel goede herinneringen heb. Want ik heb op school gezeten, dat is het Gertrudus School. Ik ben missionaar geweest daar bij de kerk. Die als baken boven het wijk uittorent. En achter de kerk zat een soort van speelhonk of speelplein. En dan gingen we 's middags voetballen met mijn vriendjes en een beetje herrie schoppen. Altijd fantastisch natuurlijk. Nou ja, en verder was dit de plek waar het voor mij eigenlijk als klein jochie al heel veel betekende. Want het was gewoon mijn thuis. En ik ben blij dat we in de slagerij zijn gebleven, want de slagerij die bestaat nu nog. En in de tijd was het natuurlijk met stadsvernieuwingsplannen en van alles nog wat, zouden we misschien nog wel verkast zijn, maar we zijn daar gebleven. Met als gevolg dat ik ook de mogelijkheid, of althans de mogelijkheid, ik heb gewoon geluk gehad, dat op een gegeven moment, als we dan stukken verder lopen, dan zie je daar de Kroezestraat. En de Kroezestraat is de straat die dwars. En daar woonde mijn huidige vrouw en die kwam bij ons in de slagerij. En dat is wel fijn natuurlijk dat ik die tegenkom en daar ben ik hartstikke blij mee nog steeds. Maar in ieder geval, als je toch op deze plek staat, dan zie je eigenlijk een heel mooi overzicht van de stad Utrecht. Daar is de Merwedekanaalzone, dus het nieuwe ontwikkelingsgebied waar de grootste boom met de huizen moet komen. Hier het Rivierenwijk. Nou, dan zie je het stationsgebied met het stadhuis daar aan de, het nieuwe stadhuis natuurlijk. De verrekijker van de Rabobank. En als je aan de rechterkant kijkt, daar zie je het oude historische stuk van Utrecht binnen de singels. Ja, de magistraat van de Dom. Domkerk erachter. Nou ja, en als je dan hier staat, wat moet je dan meer jongens? Dan zie je toch een prachtige stad. Dan zie je alles in ontwikkeling. Deze plek was vroeger een industrieterrein en dat is nu een denktank of een broeikas van creatieve, van alles nog wat. Dus echt trots op zijn. Trots op je stad. Trots op wat ze allemaal ontwikkelen zijn. En zuinig op zijn.